Vanuit de stilte trekken wij deze paasnacht in. Het is donker om ons heen. Wij zoeken naar licht. Tegen alles in blijven wij vertrouwen op licht. Laat deze nacht een bijzondere nacht zijn. Een nacht van waken, van vertrouwen en van geloven. Geloven dat het duister zal verdwijnen. Broeders en zusters, in deze heilige nacht, waarin onze Heer Jezus Christus van de dood naar het leven is overgegaan, nodigt de kerk alle gelovigen over heel de wereld uit bijeen te komen om te waken en te bidden. Samen gaan wij nu het Pasen van de Heer herdenken. Wij gaan luisteren naar zijn woord en zijn sacramenten vieren. En wij hopen eens te mogen delen in zijn overwinning op de dood, om voor altijd met hem te leven in God. Laat ons bidden. God, door uw Zoon hebt gij aan de gelovigen uw licht geschonken, gelekend op een vuur. Zegen dit nieuwe vuur en laat ons door deze paasviering branden van zo'n grote verlangen naar de hemel, dat wij met een zuiver hart mogen komen op het feest van het eeuwige licht. Door Christus onze Heer. Amen. Christus, gisteren en heden, begin en einde, Alpha en Omega. Hem behoren de tijd en eeuwigheid. Heerlijkheid en heerschappij door alle eeuwen der eeuwen. Amen. Door zijn heilige wonden, glorievolle wonden,
beschermen en behoeden ons. Christus, de Heer. Amen. Het licht van Christus' glorievolle verrijzenis mogen uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven. Laat je helpen, heile tijmolle kura verhengen. Laat je helpen, om die grote koning.
Gaan wij zitten, luisteren naar het dienst van het woord. Het kaarsje mag uitgeblazen worden. En straks daarna, na de zegening van het water, bij de hernieuwing van de doopbelofte, zullen wij onze kaarsje weer aansteken. Oude verhalen vertellen ons van een nieuwe werkelijkheid, een actuele werkelijkheid, van licht dat het duister doorbreekt, van leven dat dood overwint. Wij horen de werkelijkheid van onze levende God. De eerste lezing is genomen uit Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte en een hevige wind joeg de wateren op. Toen sprak God: er moet licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. God sprak: nu gaan wij de mens maken als een beeld van ons,
op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God sprak: hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef ik het groene gras als voedsel. Zo gebeurde het. God bezag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van het werk dat hij verricht had. Zo spreekt de Heer. De tweede lezing is uit de profeet Baruch.
Hoor, Israël, de geboden van het leven. Luister aandachtig en verwerf wijsheid. Hoe komt het, Israël, dat gij in een vijandig land woont? Dat gij oud geworden zijt op vreemde bodem? Dat gij onrein geworden zijt als een lijk? En gelijk geworden zijt aan de doden der onderwereld? Gij hebt de bron der wijsheid verlaten. Indien gij de weg van God bewandeld had, zoudt ge nu voor eeuwig in vrede leven. Leer derhalve waar wijsheid gevonden wordt, waar kracht, waar beleid. En gij zult weten waar lengte van dagen en leven te vinden zijn, en waar geluk en waar vrede. Woord van de Heer. En nu, na de lezingen van het Oude Testament, laten wij gaan staan. Wij gaan het Gloria-lied zingen. De kaarsen van het altaar, de kaarsen van de kroonluchters worden aangestoken. Het is licht. Laten wij samen ons verheugen en het Gloria-lied zingen. Laat ons bidden. God, wij hebben uw belofte om van te leven. Uw woord om ons aan vast te houden. Wat ons ook overkomen zal, gij zult er zijn voor ons. Gij weet wat goed voor ons is. Wij vragen in goede en kwade dagen op u te vertrouwen. Wij bieden u dat wij, levende en wel van u mogen zijn, naar u genoemd en bij u geborgen met Jezus onze broeder, door vuur en water naar nieuw leven. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja.
De Heere zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht. En zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven. En het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: gij behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen. Zoals hij gezegd heeft. Kom zien naar de plaats waar hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: hij is verrezen uit van de doden. En nu gaat hij u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Dat had ik u te zeggen. Terstond gingen zij weg van het graf met vrees en grote vreugde. En zij haasten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hem tegemoet en zei: wees gegroet. Zij traden op hem toe, ontkleemden zijn voeten en aanbaden hem. Toen sprak Jezus tot hem: wees niet bevreesd. Ga aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Zo spreekt de Heer. Zitten. Op de paskaars die vanavond in deze heilige nacht geweid is, staat de cijfer 2023. En daarmee wil de kerk duidelijk maken dat de verrijzenis geen gebeurtenis is in een ver verleden, maar een gebeurtenis die ook voor ons, mensen die leven in het jaar 2023, een actuele betekenis heeft. Een gebeurtenis die nu gebeurt. Beste mensen, wat vieren wij hier en nu? Wij lopen het gevaar een beetje te denken dat Pasen een routine wordt. Ja, met de lente komen wij naar de kerk. Het is Pasen. En Pasen wordt een soort verjaardag van een historische fenomeen. Vieren wij dan onze herinnering, onze traditie? Is deze viering misschien een vorm van nostalgie?
Kijk maar, als wij de mensen op straat zouden vragen: wat betekent Pasen? Weten de meesten niet wat Pasen eigenlijk is. Wij horen wel over de paasbrunch, over de paashaas, de paasei, de bloemen, de lente. En veel verder komen de meeste mensen niet. Maar weten jullie, beste mensen, wat is het verschil tussen iemand die christen is, die het christelijke geloof beleidt, en iemand die niet gelooft? Het verschil is Pasen. Want kijk maar, Goede Vrijdag kennen wij allemaal. Allemaal, of je nu gelooft of niet. Een lijdensweg komt vroeg of laat op ieder pad, min of meer. Iedereen komt wel eens een keer in een moeilijke periode te zitten. De Goede Vrijdag komt in ieders leven voor. In een wereld en in een tijd waarin in ons land elke dag 70 mensen een zelfmoordpoging ondernemen en waarbij er 7 effectief ook sterven. In een wereld en in een tijd waarin de kerk van God, ja, besmeurd wordt door een paar 100 geestelijken die zich een halve eeuw geleden zwaar misdragen hebben. In een wereld en in een tijd waarin elke dag miljoenen mensen zich van de werkelijkheid vervreemden en bevangen worden in de virtuele wereld van de sociale media. In een wereld en in een tijd waarin veel mensen met de dood worden bedreigd en van hun land moeten vluchten. In een wereld waar steeds meer mensen aan eenzaamheid, aan depressie, verdriet en wanhoop leiden. En misschien hoef je niet zo ver van jouw omgeving te kijken. Want ook in ons leven, in jouw leven, in mijn leven, zijn er moeilijke momenten. Is er donker? Is er verdriet? In die wereld en in die tijd van nu komt Maria Magdalena bij het graf van Jezus. En zij ziet dat de steen wordt weggerold. En dan komt een engel die tot haar en tot jou en tot mij zegt: vrees niet. Vrees niet, want hij is verrezen. En dat is Pasen, beste mensen. Nieuw leven daar waar dood is. Dat is Pasen. Nieuw licht daar waar donker is. Dat is Pasen. Vreugde daar waar angst is. Wij zijn deze paswaken, deze pasnacht in het donker begonnen. Met alleen het licht van de paskaars. Het licht van Christus. En nu, iedereen heeft een aangestoken kaars. Vanuit die kaars. Het licht is doorgegeven. Wij hebben elkaar het licht doorgegeven. Gelooft in dit licht. In het licht dat jij nu in jouw handen draagt. Het licht van Pasen. Het licht van de verrezen Heer. Koester de hoop en het vertrouwen
dat dit licht in jouw hart mag blijven. En dat je dit licht kunt doorgeven. Dat het kwaad geen toekomst heeft, omdat het duister wordt door dit licht overwonnen. Beste mensen, dat is het verschil. Het verschil is passen. In deze wereld van nu, van het jaar 2023, heeft passen nodig. Daarom staat op de paskaars het getal 2023. Want wij vieren nu de opstanding uit de dood. Niet louter toen, maar nu, hier, vandaag, in het jaar 2023. Wij vieren dat Hij ook hier en nu de dood overwint. In deze nacht, tussen 8 en 9 april 2023. En zal ik passen aan u allen. Broeders en zusters, laten wij bidden tot God dat Hij dit water wil zegenen waarmee wij besprenkeld worden ter herinnering aan ons doopsel. Hij moge ons vernieuwen om trouw te blijven aan de geest die wij hebben ontvangen. Heer onze God, wees in deze nachtwake van Pasen onder uw volk aanwezig. Wij gedenken het wonder van de schepping en het wonder van onze verlossing dat nog groter is. Zegen dit water dat gij hebt geschapen om aan het land vruchtbaarheid te schenken en aan ons lichaam verfrissing en reinheid. Met water ook hebt gij uw volk barmhartigheid bewezen. Door de zee hebt gij het bevrijd uit de slavernij en zijn dorst gelest in de woestijn. Onder het teken van water hebben de profeten een nieuw verbond aangekondigd, dat hij wilde sluiten met de mensen. Door het water, dat door Christus werd geheiligd in de Jordaan, hebt gij de zondige natuur van de mens in het bad van de wedergeboorte opnieuw gereinigd. Laat daarom dit water voor ons een herinnering zijn aan het doopsel dat wij hebben ontvangen. En laat het ons in blijdschap verenigen met allen die op Pasen door het doopsel zijn vernieuwd. Door Christus onze Heer.
Mag ik u nu uw vragen om te gaan staan en ons doopbelofte te hernieuwen? Weest u het kwaad en onrecht af om in vreemdheid te leven als kinderen van God? Gelooft u in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde? Gelooft u in Jezus, Christus, zijn enige Zoon, een geboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de macht Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand? Gelooft u in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? Mogen de Almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft doen herboren worden uit water en Heilige Geest, en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven, in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Laten wij nu onze gebeden tot God richten. Bidden wij voor christenen, waar ter wereld ook, dat zij de vreugde van Pasen in hun leven ervaren, dat zij met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, dat zij alles wat doods en duister is weerstaan en mensen om hen heen hoop geven. Laat ons bidden. Heer God,
voor regeringsleiders, politici, burgemeesters, voor allen die beslissingen moeten nemen. Dat zij met wijsheid en met oog voor de medemens keuzes maken en richting wijzen. Laat ons bidden. Om vrede en gerechtigheid in landen waar oorlog is. Dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld. Dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen. Dat met de stuwkracht van de Heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking. Laat ons bidden. Voor onze geloofsgemeenschap hier bijeen, dat de levenskracht van dit feest mag doordringen in ons leven. Dat ons geloof in de verrijzenis krachtig wordt en dat wij de moed hebben het uit te dragen. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze parochiegemeenschap en waar ons gebed in het bijzonder voor gevraagd wordt, namelijk Ben Loos, Corrie Loos van Ammers en Karin Loos en familie. Theo en overleden familie neefjes. Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn. Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Filip. Jan en Rika Appelman Knol. Jaap en Grada Wenker Pronk. Kees Karels. Kees Knol en overleden familie Knol van Stralen. Arie Koopman, Johannes Koopman en overleden familie Koopman Stolwijk, Jos van der Laan, Cor en Mart Koppes-Kuip, Johannes en Johanna Lichthart-Suiker en Loes Knol-Lichthart, Kees Kroon en overleden familie, Riet Smit-Mes, Cor Hoogland, Piet Laan, Antonia Laanduin, Piet Jan, Margreet en Hil Pronk en om zegen over de gezinnen. Nicoline, opa en oma Buis. Het is vandaag 25 jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen. Ab Moras, Wil, Sandra en een zieke dochter. Joop en Ali van Zelm. Bert en Greet Schouten de Haan. Martijn en P. Vlaar. Voor het welslagen van een zware operatie. Joop Karsten en zegenen over zijn gezin. En in het bijzonder bidden wij voor Piet Dudink. Het is rond deze tijd een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen. Wij bidden ook voor de levende en overleden familie van hen die wij hier genoemd hebben en vragen om zegen over de gezinnen. Laat ons bidden. Bidden wij voor onze zieken, thuis, in de ziekenhuizen, in woonzorgcentra en in het hospice. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. Laat ons bidden. Bidden wij voor onze overledenen, die recent zijn heengegaan. Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God. Laat ons bidden. Voor alle intenties die wij genoemd hebben en voor alles wat er in ons hart omgaat en waarmee wij naar hier gekomen zijn, bidden wij nu een ogenblik in stilte.
Heer onze God, wij vragen u dat dit paasfeest ons weer nieuwe impulsen mag geven. Dat we steeds weer de kracht vinden om over het dode punt heen te komen. Want het verhaal van uw belofte gaat verder met ons en door ons. In de kracht van Jezus, de levende. Amen. Nu wordt het altaar voorbereid, klaargemaakt voor de Eucharistie. En het wordt een collecte gehouden. Deze collecte die is bestemd voor het onderhoud van onze kerk en voor het pastoraat hier in onze parochie. We danken u voor uw bijdrage. En bid, zusters en broeders, dat mij een offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Hier aanvaard de gebeden van uw volk met de overgaven die u worden aangeboden. En laat deze Eucharistie, die haar oorsprong vindt in het Paasmysterie, ons de kracht geven tot eeuwig leven, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om uw heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen, maar vooral in deze nacht. Bezingen wij u, want ons paslam Christus is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is, het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven, voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijk... Nee. Vreugde. Ja, God, u bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken u vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft ons verteld hoe u ons roept over de dood, tot eeuwig leven en geluk bij u. Hij wees ons ook de weg daarheen, een weg van liefde, heel zijn leven lang. Op dit ogenblik brengt hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. Want op de avond voor hij zijn leven voor ons gaf, was hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte u, brak het, gaf het hun en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn. Hij dankte u, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof, als wij dan eten van dit brood en drinken het steeds. Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven, zo vieren wij zijn dood en verrezenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden u, neem ons op in uw liefde. Samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar u hebt op deze nacht hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij: goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Hij leeft nu bij u en toch is hij ook dicht bij ons. Goede God.
Op het einde van deze tijd, van de tijd, zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. Vader, u hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus, onze Heer. Zo maakt u ons blij door de Heilige Geest. Wij bieden u, maak ons door dit brood ook sterk. En geef dat wij meer en meer gaan doen wat u van ons verwacht. Denk hier aan de paus Franciscus en aan onze bisschop Johannes en aan alle mensen die u als herders tot uw dienst hebt geroepen. Geef vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen die op u vertrouwen. En help ons blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij u en bij Christus uw Zoon. Samen met Maria zijn moeder en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij u zijn. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Hier onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En vol van blijdschap, omdat wij kinderen van God zijn, durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons. Verlos ons hier van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gestemd door uw barmhartigheed vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk. Heer Jezus, je hebt aan je apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte en geef vrede in uw naam. En maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de verrezen Heer zij altijd met u. En wens elkaar een teken van vrede. Zal ik zij genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar ik spreek en ik zal gezonden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. Amen. Bloed van Christus. Oh,
Laat ons bidden. Heer, laat over ons uw geest van liefde komen en maak allen één van hart die zich met u verwonden weten. En verzadig hem met de gaven die gij in deze paasviering hebt geschonken door Christus onze Heer. Onze mededelingen. Morgen is de paasdag, is de viering, gezamenlijk viering, eucharistieviering in de Jeronimuskerk te Wognum om 10:00. Die wordt opgeluisterd door het gemeente parochieel koor. Tweede paasdag, gezamenlijk viering hier in de Cunera Kerk om 10:00. En dinsdag gewoon viering door de week in de Kajuit, in de kapel, om 9:30. En dus alles volgt zijn gewone ritme. Komende weekend is het ziekentridium, die begint op vrijdag in Wognum. En ook een paar mensen van Nieuwigswoud zullen er deelnemen. Tot zover de mededelingen. Mooi, ik wens jullie allemaal echt een zalig paasfeest. Wij ontvangen nu de zegen, plechtige zegen van Pasen. Die wordt een keer per jaar met Pasen gegeven. En dat deze zegen ons leven mag bezielen. Wij hebben het licht ontvangen. En het is aan ons nu om deze licht brandend te houden. Om dit licht te geven in deze wereld die het nodig heeft. Laten wij God zegen vragen dat wij brengers van het licht van Pasen overal op ieder moment mogen zijn. In deze paasnacht zijn wij van het duister naar het licht gereisd. Verhalen zijn met ons meegegaan en hebben ons bemoedigd. Misschien is het licht nog maar klein, maar het is er. Het brandt. Het gaat voor ons uit. Laten wij het aan elkaar blijven zeggen. Er is leven, er is toekomst. De Heer zij met u. En moge de Almachtige God u op dit paasfeest zegenen en u beschermen tegen alle gevaren. Amen. En moge Hij, die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het eeuwig leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. Amen. En moge u die na de dagen van Christus lijden met blijdschap het paasfeest viert, met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde. Amen. En zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat nu alle heen in vrede. Alleluia, alleluia. Wij danken God. Alleluia, alleluia. Zalig Pasen.